Goeiedag. Een karakteristiek plaatje voor de zomermaanden in Nederland. In de ochtend vaak flink wat zonneschijn en in de loop van de dag komen dan die stapelwolken opbollen. En een groot deel van de tijd blijft het bij dit soort onschuldige katoenplukjes aan de lucht. Maar soms dan groeit zo'n stapelwolk ook wel uit tot zo'n zomerse bui, waarbij het in korte tijd even flink kan plensen. Nou, de temperatuur is daarbij ook wel eens zomers, 25 graden of meer. En in die warme lucht kan ook hier bij deze aardbeienkassen het behoorlijk opwarmen. En dan groeien ze spreekwoordelijk als kool. Nou, de komende 10 dagen staat ons ook wel het een en ander aan temperatuurwisselingen te wachten. Hangt allemaal heel erg sterk samen met de windrichting. Wind vanaf de Noordzee, noorden- of westenwind, dat drukt de temperaturen wat. Terwijl als de wind draait naar het oosten of juist het zuidoosten, dan kan die warme lucht weer dichterbij komen. Het grensvlak ligt soms heel dicht bij ons land in de buurt. Als we de weerkaart even oppakken op woensdagmiddag, dan zien we als eerste een lage drukgebied boven Groot-Brittannië. En die cirkelt daar al wel een tijdje rond, zorgt daarvoor heel wisselvallig weer. Boven het Europese vasteland hebben we vaak met hoge drukgebieden te maken. Ja, en dat drukt dat lage drukgebied geregeld weg richting het westen. En dan komt het boven Groot-Brittannië uit. We horen wat buiengebieden bij en die cirkelen eigenlijk constant om dat lage drukgebied heen. Dus daar is het ronduit wisselvallig. Nou, dat rustige zomerweer gaat bij ons op de korte termijn wel even onderbroken worden. Op de donderdag nadert vanuit Frankrijk namelijk een buiengebied. En dat is daarna ook alweer naar het noorden verdwenen. En dan krijgen we toch wel met wat koeler weer te maken. En tijdens het weekend bouwt zich dan boven Centraal-Europa opnieuw weer een hoge drukgebied op. Gaat bij ons een relatief rustig en ook vrij droog weekend veroorzaken. En na het weekend dan blijven we waarschijnlijk met de hoge drukinvloeden te maken houden. Maar dan gaat de windrichting wel steeds meer een rol van betekenis opeisen. Dat zien we hier net op de rand van de weerkaart verschijnen. Een hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan wordt ook wel een Atlantische rug genoemd. En op het moment dat die zich na het weekend iets meer naar Ierland en Groot-Brittannië gaat verplaatsen, dan krijgen wij vooral met een westelijke of noordwestelijke wind te maken. En zoals ik net al zei, die aanvoer over de Noordzee zorgt toch wel voor wat gedrukte temperaturen, vaak rond de normale waarde voor de tijd van het jaar en soms zelfs wel wat daaronder. Nou, gemiddelde temperatuur in deze tijd van het jaar in het noordwesten van het land, zo'n 20 graden, in het zuidoosten 25. Dat hoge drukgebied, die Atlantische rug van hoge druk, gaat in de verwachting in de loop van komende week zich steeds meer richting Scandinavië bewegen. En dat betekent dat wij dan ook weer met een verandering van de windrichting te maken krijgen. Nou, een hoge drukgebied boven Scandinavië wordt ook wel een Scandinavische blokkade genoemd, zoals de locatie al in de naam terugklinkt. Maar op het moment dat het hoge drukgebied daaruit komt, krijgen wij juist weer met een oostelijke of een zuidoostelijke wind te maken. En die warmte in Europa, dat is op deze kaart ook mooi terug te zien, bevindt zich echt volop in het zuiden. In Spanje is het niet meer zo extreem heet, geen 40 graden meer, maar overdag wel een ruime 30. En als we even wat meer naar het oosten kijken, de Balkanlanden, hier op de grens van Servië en ook Hongarije, daar is het zo'n 37 graden. En daar kan het echt wel behoorlijk broeierig voelen en komen af en toe ook wel stevige onweersbuien tot ontwikkeling. Nou, en die warmte de komende tijd, al een beetje als een kloppend hart, gaat de temperatuur op en neer. Overdag warmt het flink op, een ruime 25 of 30 graden. Ook in Italië behoorlijk heet met 36 graden. En op het moment dat in de loop van volgende week dat hoge drukgebied dan boven Scandinavië komt te liggen en wij weer met een zuidoosten of oostenwind te maken krijgen, kan die warmte ook weer onze kant op komen. Nou, hoe ziet dat er in de temperatuurpluim uit? Eerst hebben we dus nog die warme en broeierige donderdag met in de loop van de dag vanuit het zuidwesten die onweersbuien. Vrijdag is het dan behoorlijk afgekoeld. En daarna zien we die Atlantische rug erin komen. Temperatuur vrij gematigd voor de tijd van het jaar, weinig uitschieters. En later op de langere termijn, dan komt die warmte er mogelijk weer in. Wel de nodige onzekerheid daarbij natuurlijk.
Nou, en als het in ons land weer warm gaat worden, dan is dat vaak wel weggelegd voor het zuiden en oosten van het land. Aan zee steekt in deze tijd van het jaar ook nog wel eens een verkoelende zeewind op. Ik heb hier even de pluim meegenomen voor regio Zuidoost. En dan zien we eerst een kleinere kans op zomerse of tropische temperaturen. Maar als we dan wat verder voorop gaan kijken, aan het einde van die 10-daagse periode, dan gaan die kansen weer stijgen en stijgt ook weer de kans op een tropische 30 graden.